is een prachtige zonnige dag in oktober. Het is denk een uur of twee 's middags. Ik ga 3 uurtjes vissen aan een hele mooie plas. Ik heb er zin in. Het is een graad of 17. Nou, moet maar afwachten hoe de rest van oktober eruit gaat zien. Allemaal. Ik heb hier vorige week een middagje gevist en toen was het helemaal niks. Het weer is nog niet zo gek veel veranderd, maar de luchtdruk wel. Het is inmiddels zo rond de 1000 millibar en dat vind ik wel fijn. Bovendien heb ik 2 dagen gevoerd deze keer. En misschien maakt dat het verschil. We zullen het zien. 25 jaar geleden was ik hier voor het laatst. Veel gevangen, vooral 's nachts, want toen viste ik nog 's nachts. En toen leek het wel een soort vissenkom met een dienstregeling. Als je dan 's avonds laat ging vissen, dan om 11 uur, dan kreeg je een aanbeet. En meestal gevolgde nog 2 of 3. En dan viel het stil. Dat duurde 5 uurtjes en dan begon hetzelfde weer te gebeuren. Vaak met veel dubbelruns in de nacht. Ja, ik ben gestopt omdat die vissen zo klein waren. Op een gegeven moment heeft een Engelse vriend van mij hier meer dan een week gezeten. En die heeft zich helemaal klem gevangen. Maar de grootste was nog geen 10 pond. En toen heb ik het laten schieten. Ja, wat is het nu, 25 jaar later? Geen idee. En er is maar 1 manier om erachter te komen. En hopelijk vanmiddag nog. Ik zit hier inmiddels een kwartiertje. Het enige wat ik kan bedenken, oh, als dat maar goed gaat. Ik heb alleen een golfparapluutje bij me. Het heeft een kwartiertje geregend. Maar de Hollandse luchten zijn gelukkig weer terug. Ik heb niets te klagen. Ik heb de bodem vorige week uitgepeild en afgezocht. Op zoek naar obstakels en dergelijke. En ik vond rechts een plateau, een metertje of 1,5 diep, met draadwier. Daar ligt nu een chotwick op, met een pop-up. Links ligt wat dieper, op 1,04 meter. En daar gebruik ik een combilink met een omgekeerde snowman. Aan een kort onderlijntje, centimeter of, nou, zal het zijn, 18. Ik hoop dat het allemaal werkt. Het is inmiddels 4:30. Ik ben nu 2,5 uur aan het vissen. Ik heb nog geen stootje gezien. Helemaal niks, ook niet van witvis. Ik zie ook niks draaien of springen. Ik geef het nog een uurtje. Na een jaar of 45 karpenvissen zit voor mij de uitdaging alleen nog in korte sessies overdag vissen. Ik kan het niemand aanbevelen. Tot de volgende keer.
rollen. Wat een steur. Heb ik dat weer. Even een middagje vissen. Op verenigingswater. En dan... Ai. Kijk dit aan. Ik zal hem zo even wegen. Ik kan hem bijna niet houden. Hoe is die? Ik denk toch wel een kilo of 25. Misschien meer. Ik ga hem even meten en wegen. Hij is 1 meter 33 of 34. Ik vind het prima zo. Deze ga ik even wegen. Met mijn oude koperen saltertje. Hij gaat maar tot 20 kilo. Maar dat is voor deze vis meer dan genoeg. Echt een monster. Ik durf hem niet op zijn zij te leggen. Want dan kost het misschien zijn vinnen. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik zo'n vis het beste kan behandelen. Maar goed. Ik ga hem zo terugzetten. Eerst even wegen. Kwartiertje later. Ai. En hier is nummer 2. De eerste woog bijna 16 kilo. En deze woog echt een kilo of 14. Ze zijn berensterk, ik kan niet anders zeggen. Je hebt een gigantische sport aan. Maar toch, mijn vis is het niet echt. Ik ga hem voorzichtig terugzetten. Ze zijn niet te handelen, zeg die dingen. Het gewicht van die vis zit helemaal aan de voorkant. Dus in je onthaakmat. Is dat heel lastig om dan te dragen. Dus ik draag hem nu maar in mijn net. Dat zal beter gaan.